Ik heb vanmorgen gedoucht onder een koude douche. Wat betekent geen stroom, geen warm water. Met andere woorden, niks verandert hier. Hier in Oeganda zijn allemaal verschillende manieren om je van waterput naar waterput te verplaatsen. En het leek me wel geinig om eens een keer wat te vertellen erover. Als eerste vervoersmiddel is de matatu. Het is een beetje vergelijkbaar met onze buurtbus in Nederland. In een matatu-bus zitten ongeveer 19 mensen, 3 geiten en 2 baby's. Wanneer je aankomt en je zegt, ga je over 10 minuten? En hij zegt, ja... Kan het ook betekenen dat het hier over 3 kwartier gaat. Het is wel komisch, want wanneer iemand op de achterbank eruit moet, moet eigenlijk praktisch het hele busje leeg. Zodat hij eruit kan en het busje daarna zichzelf weer kan vullen. Ze hebben hier dus ook gewone taxis. Er zijn meestal van die smeerlappen die dan halverwege hun raam hangen en zeggen, ah, taxi, mzungu. Ja. Een andere manier om je te verplaatsen is te voet. Een veel gebruikt vervoersmiddel hier. Nee, er wordt hier langs wegen gelopen waar wij als suffe Europeanen dus nooit van ons leven langs zouden willen lopen. En als het gaat om inhalen, maakt het niet uit of het links of rechts is. Het gaat om inhalen doe je op een plek waar ruimte is. En of dat nou de weg is, de stoep, een berm, maakt echt geen zak uit. Laatst reden we in de spit en toen was er een hardloopwedstrijd bezig. En bij ons in Nederland zouden dan wegen zijn afgezet. Hier ging dat zeg maar gewoon door de file heen. Een ander vervoersmiddel hier, fietsen. Busjes, auto's, scooters, alles gaat om elkaar. En dan zie je af en toe zie je zo'n mafkees op zijn fiets dat je denkt... Zonder versnellingen, zonder remmen, zonder iets, gewoon een fiets. Mensen gaan heuvels op, nemen kilo's met mais mee, gebruiken hem als taxi. Steile heuvels op, lopen ze dan ook met de fiets aan de hand, terwijl jij dus achterop zit. En dan eigenlijk als laatste, mijn favoriet en ook door ons het meest gebruikte vervoersmiddel, en dat is de Boda. Nou, wat is een Boda? Een Boda is eigenlijk een combinatie tussen een scooter en een motor, maar eigenlijk meer een motor. En het is een taxi. Als ik mijn mening zou moeten geven over Boda's, dan heb ik eigenlijk 2 meningen. Mijn eerste mening is voor alle ouders, familieleden, vrienden. Boda's zijn top. Echt prima, het is goedkoop, gemakkelijk, lekker de wind in je haren, je draagt een helm. Dus mocht er wat gebeuren, ben je super veilig, echt super veilig. Mijn andere mening is denk ik mijn echte mening. Levensgevaarlijk, het is echt. Het gaat hard. De wegen zijn hier slecht. Het maakt ze geen zak uit of ze over de weg rijden, over de stoep, over een berm. Dus het gaat echt... Het mooiste was het laatste. Dat was toen reden we door een soort perkje heen. Het was gewoon een soort volkstuin. Maar ja, er was file. Dus ik weet niet, die vent dacht blijkbaar rechtdoor. Ik heb andere vrijwilligers om hun mening gevraagd. Ja, 1 woord. Echt bizar. Echt bizar om achterop te zitten. Ik zit net pindakaas te eten. Mijn ervaring met de Boda is wel de eerste keer van, nou, ik vraag me af of mijn leven wel veilig is. Maar nou vind ik het gewoon een wereldervaring. Erg gaaf. Boda is bijna doodervaring, vrijheid, fantastisch. Complete chaos. Overal op verschillende plekken in de stad heb je soort Boda-stands. Het zijn vaak de wat meer betrouwbare Boda's. Ik weet nog wel met mijn introductie hier, toen zei Joris, een van de coördinatoren... Ik vroeg aan hem van ja, hoe herken je nou een standplaats? Want het is niet dat er een bordje bij staat. Toen zei hij, ja vaak is het wel gewoon zo dat wanneer Boda-chauffeurs dicht bij elkaar staan, dat is dan vaak wel een standplaats. Nou lieve Joris, de Hells Angels staan ook vaak dicht bij elkaar, maar die wil ik me ook niet naar huis laten brengen. Dus weet je wat het is hier in Oeganda? Aan het eind van het verhaal komt het gewoon neer dat wij Nederlanders gewoon een stelletje heikneuters zijn en dat hier gewoon echt niks te gek is.